15, 40, 80, 120 en 180 kilometer. Nu is het nog cool, maar straks wordt het nou, ik heb een beetje mee op sleeptouw genomen. We zijn er klaar voor. Ik heb zelf celiakie en ik ben daar pas achter sinds mijn 26e. En als ik het eerder had geweten, had dat heel veel problemen kunnen voorkomen. Dus door geld in te zamelen hoop ik op wat sneller onderzoek. We maken er weer een prachtige dag van. Wij gaan de 120 kilometer doen. Tenminste, dat is wel de bedoeling in ieder geval, dat die af kan maken. Let's go, let's go, let's go! Daar gaan ze hoor! Wat een hel! Wij zijn in 2013 eerst meegedaan. Ja, vanwege de ziekte van zijn broer, mijn zwager. Bij de Zuiderzeeklassieker, editie nummer 12 alweer. Ik wist dat het een hele hete dag zou worden, dus ik heb me al goed ingesmeerd. Als je denkt aan de ziekte waarvoor we fietsen, gaat toch gepaard met een hoop ellende, tegenslag. En dit is alleen maar mooi weer fietsen natuurlijk. Ik ben Vivianne en dit is mijn fysiotherapeut Evert. Ik heb darmfalen en maagparese, waardoor ik niet meer kan eten. Gewoon drinken. Dus ik krijg speciaal TPV-voeding. Dus voeding via de bloedbaan. En de Maag-Leefdarmstichting is de stichting die onderzoek doet naar alle ziektes op het gebied van de spijsvertering en daar wilden we ons voor inzetten. Ik sta hier te wachten samen met mijn dochter om mijn vader en haar opa aan te moedigen. En in zijn geval rijdt hij vooral om het geld op te halen om de onderzoeken die wij moeten ondergaan als linspatiënten wat minder vaak of minder vervelend dat kunnen gaan zorgen. Rijk hem uit! Daar is dat! 100.156 euro! De schaffing is de 25e dag. De oude en de